Er moet een vervanger komen voor ex-wethouder Alex Mink. Pieter Pluiger spreekt hierover met Leendert Combe. Is het eigenlijk nu zo dat voor zo'n wethouderspositie... je ja, eigenlijk uh, mensen uit een landelijk netwerk zou moeten hebben van een zwaarder kaliber... gezien uh, nu de derde SP-wethouder is afgetreden... Ja, kijk, het is natuurlijk zo: het is voor, voor een partij, zeg maar, die al heel lang bestuurlijke ervaring heeft, zoals PvdA, CDA, VVD, D66, makkelijker om aan ervaren bestuurders te komen dan voor de SP. En dat, dat, dat blijkt dan nu ook wel. Ja, dat klopt. En het is natuurlijk voor ons, uh, is het. Uh, nou ja, je, 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 Pak natuurlijk liefst iemand, een hele goede, zo dicht mogelijk uh, rondom Arnhem of vanuit Arnhem. Dat is natuurlijk het allermooist. Maar als dat niet lukt, dan kun je gewoon die schil vergroten. En dan heb je natuurlijk wel op een gegeven moment een soort van kaartenbak uh, bij die grotere partijen, bij die bestuurderspartijen. waar je dan uh, uh, goede kandidaten in hebt zitten. Ja. En dan hoeven die kandidaten niet per se uit Arnhem te komen. Dus je kan ook een goede bestuurder uit Amsterdam, Den Haag of Rotterdam hebben. Ja, je wil natuurlijk gewoon de beste bestuurder. En, en bij de beste hoort het natuurlijk ook al wel dat je affiniteit hebt met, met de stad. Dat is natuurlijk het allermooiste. Maar je hebt natuurlijk ook wel mensen die ervaring hebben elders, die uh, oorspronkelijk uit Arnhem komen. Of ik vind het zelf wel fijn als er een link is tussen uh, de stad en, en, de, en de wethouder. Maar ja, het hoeft niet per se. Ik bedoel, als je een hele goede kan vinden die dat niet heeft, dan is dat zeker iets wat je, wat je zeker moet overwegen. Worden de taken van uh, Alex Mink nu over andere wethouders verdeeld? Ja, ze worden nu uh, tijdelijk verdeeld totdat er een nieuwe wethouder is vanuit de SP. En dat wordt verdeeld. En dat is ook eigenlijk ook wat, wat ook pijnlijk is voor de stad van dit soort uh, gedoe. Uh, het is dat er gewoon. Ja, het, het aantal projecten blijven nu gewoon langer liggen. Dat zag je toen uh, wethouder Kok wegging. Die had uh, Stadsblokken Meiners Wijk in, in Portefeuille. Was bijna al klaar om naar de raad te gaan. Maar het heeft maanden geduurd. En nu komt het binnenkort denk ik wel. Maar daar gaat er heel veel tijd overheen, voordat die dossiers dan uh, een vervolg krijgen. En dat, dat is voor de stad natuurlijk. Uh, Jammer. In dit geval moet Alex Mink met een stuk naar de, stad, naar de raad komen over parkeren en over bereikbaarheid. Ja, we weten allemaal dat het 5 voor 12 is in de stad, op dat punt zeker. Dus ja, het is jammer als ook dat zeg maar, vertraagd zou, zou worden. Waar moet een wethouder eigenlijk aan voldoen voor een middelgrote provinciestad als Arnhem? Nou ja, het is, het is uh, volgens mij moet iedereen zich realiseren als je kandidaat, je kandidaat stelt voor het wethouderschap of gevraagd wordt. Het is niet niks om wethouder te zijn van een stad van 150.000 inwoners. Er komt ontzettend veel op je af. Er wordt alleen maar meer natuurlijk met die decentralisaties. Dus ja, het, het vraagt zowel bestuurlijk heel veel van je als ook zeg maar politieke uh, handigheid. Dus dat is een, dat is een hele ingewikkelde uh, combinatie. Dus het is. Uh, ja, flink zoeken. Je ziet de dossiers die we allemaal hebben in de stad. En nou, je ziet in zo'n interpolatiedebat, wat we onlangs hebben gehad, dat lijkt er over details te gaan. Maar dat is, dat zijn, dat is echt wel uh, soms balanceren op uh, nou, wat je, wat je uh, als college wil, wat, wat de coalitie wil, wat, wat de hele raad wil, uh, wat de stad van je vraagt. Het is echt uh, een ingewikkelde baan.